Nou, het keramisch proces is als volgt. Dit zijn dus van twee van mijn meest recente werkstukken. Die komen als volgt tot stand. Ik rol een plaat klei uit op de kleiwals. Snijd de patronen eruit. Voeg ze aan elkaar. Zet ze overeind. Dan heb je dus een ronde vorm of een half ronde vorm. Eerst heb je een ronde vorm. Die ga ik op de draaischijf hier zetten. Als je op de draaischijf staat, werk ik er mooi bij. Als het mooi rond is, ga ik een voetje aanzetten, zoals hier het uitlopende. Dan ga ik hem enigszins vervormen, dus ovaal maken. Ik heb ook ronde vormen, maar dit vind ik in dit geval mooier, een beetje ovalere vorm. Ik zorg dat het deksel er goed op past. Ik zet die zijkanten erop en die schuur ik bij. En dan laat ik hem drogen. En als hij dan droog is, dan ga ik hem schuren met schuurpapier. Dan krijg je een hele mooie fijne structuur. Het is klei met hele fijne steentjes erin. Dat noemen ze fijne chamotten. Dan heb ik de vorm zoals ik hem in mijn hoofd heb. En dan ga ik denken, wat ga ik erop tekenen? In dit geval een gezicht. Ga ik even aftekenen met potlood of ik kras er meteen in. Het is een ingekrast lijntje, dus net als met een ets. En dit ligt ongeveer een millimeter diep. En het lijntje dat wordt dan opgevuld met een donkere kleur. Wordt mooi in het lijntje gewreven, die kleur. En dan is hij zover dat hij gebakken kan worden. Dat noemen ze dan leerhard. En dan moet hij nog even drogen, tot hij goed droog is. En als hij echt goed droog is, kun je de kleur van de klei zien, dan gaat het in de oven. Als je één keer in de oven is geweest, wordt ongeveer verhit tot 980 graden. Dan laat je hem afkoelen, komt hij uit de oven en dan ga je de rest invullen. Dat is een soort kleurtekening die je aan het invullen bent. Zoals hier nu, moet nu zwart komen, hier komt wit, hier komen andere kleuren, paars of lila. En zover ben ik nu met deze om hem verder in te kleuren. Als hij verder is ingekleurd is, ga je uitzoeken wat voor glazuur ga je erop zetten. Een mat glazuur, een glansglazuur of een half glansglazuur. En dat spuit je eroverheen. En als dat gebeurd is, gaat hij nogmaals in de oven en dan wordt hij verhit tot 1150 graden. En ja, dat duurt ongeveer min of meer een dag met afkoelen mee. En dan kan je hem eruit halen en dan heb je pas een eindresultaat. Je ziet dat je met keramiek heel langdurig bezig bent. Het is anders dan met schilder. Je ziet niet direct resultaat. De kleuren kan je ook niet zien. Het glazuur wat er overheen komt is wit en wordt door de temperatuur transparant. En dan pas komen de kleuren er doorheen. Al met al is dit een heel langdurig proces. Wil je iets af hebben in klei? Zorgvuldig. Ja, maar het lukt allemaal. Dus ik ben best tevreden eigenlijk zo met deze vorm.